we zijn eigenlijk zeer tevreden. Kijken naar het seizoen, het afgelopen seizoen tot nu toe. Wereldkampioenschappen goed gescoord. Meervoudige wereldkampioenen, zowel bij het skiën als bij het snowboarden. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met hoe wij ons hebben kunnen voorbereiden afgelopen zomer. Maar ook de zomers daarvoor op Papendal. Nationaal trainingscentrum waar we samen trainen met Valide. Een grote topsportsituatie waarbij we nu eigenlijk ook de voordelen zien in de sneeuw. Dat men zeer sterk is, dat men meer trainingen aan kan, dat men beter hoogte adapteert. Dus wat dat betreft zijn we eigenlijk een stapje verder dan we eigenlijk hadden verwacht. Wij zijn heel positief. Wij denken dat we met meer gaan dan in Sochi. Maar ook een beter niveau. Als je kijkt wat we nu doen, waar we staan ten opzichte van de wereldtop. Dan hebben we meer niveau, we hebben meer snelheid. We kunnen meer omstandigheden aan, waar we ook meer op getraind hebben. We zien hier ook dat het hier toch weer anders is dan Sochi. Het is weer anders dan Oostenrijk, het is weer anders dan Zwitserland. En de trainers hebben de opdracht ook meegekregen om gewoon in alle omstandigheden te kunnen presteren.